Ga wel eventjes Oké, onderzoeken hartslag hoe daalt. dit Ik ga verloopt. nu reanimatie doen. Ja. 1, 2. Oké, let's go. We hebben melding. Even kijken. Zo, laten we gaan. Oh. Stoepje. Zo, even kijken hoor. Het ging om een Prio 1 met. In ieder geval voor ons A1. Oké. Ja, meneer, dat gaat niet, hè? Tjoe. Sommige mensen kunnen echt niet rijden. Hier ergens moest het zijn. Hier zo vlakbij. Hier nog even rechtdoor. Kijk hoor. Nou, hier ergens moet het zijn. Even goed opletten. Ah ja, ik zie daar al wat. Oké, de commando is al ter plaatse. Mooi zo. Hoi, goedenavond. Hoi. Alles Is goed? er... Ja, nee, ja. Ik weet niet, met deze persoon volgens mij denk ik niet. Nee, dat denk ik ook niet, nee. Oké, nou, daar is ze. Mevrouw, Nog meer bent u assistentie. nog bij bewustzijn? Mevrouw? Mevrouw? Nou, ik pak even de AED. Goed. Kan jij heel even die rode koffer uit de kofferbak pakken? Ja, is goed. Even de AED aansluiten. Even kijken, hoe krijg ik de linker voordeur open? Ja, alsjeblieft. Ja, hey, bedankt. Hey, goeiedag, andere kansen. Hallo. Hey, goeiedag, Lea. Even kijken hoor. Wil jij even aan de andere kant de AED aansluiten? Ja hoor. Zo. De Geluk. voordeur valt van ellende gewoon af. Ja, merk het. Ja. Zo, maar voor en achter. Ja, die hebben aardige smakken gemaakt. Ga wel eventjes onderzoeken hoe dit is gebeurd. Ja. Nog meer assistentie. Ah, kijk, de Belgische collega's. Ja, het is natuurlijk midden op de grens. Ah, de Belgen. Ja, die zijn altijd wel aardig, toch? Ja. Ik heb ook hele mooie uniform ook altijd. Ja. Ik kom bij aan met de strepen. Even de AED aansluiten. Hallo, wat is er aan de hand? Daar Hoi. is een persoon gecrashed. Crash. Ja. Hij is gecrashed tegen een PZ. Een elektrische mast of zo. Ja. Kan jij even de brancard pakken? Ja. Ik heb er geen, haha.
Nou, volgens mij, ik ga wel eventjes. Oké, okay, hartslag daalt. Ik ga nu reanimatie doen. Oh. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pademe. Hallo, Schok toedienen? Nou, zullen we eerst gaan onderzoeken hoe het is gebeurd? Eerste schok, iedereen afstand. Oké, hartslag gaat omhoog. Hartslag weer normaal. Rustig maar mevrouw, rustig. Doet u dit kapje maar om? Ja, dank wel. Gaan we even een infuus in doen? Ja, oké. Okay. Wil jij even de nek blok pakken? Ja. Het komt goed, mevrouw. Blijf ze maar gewoon rustig. Ja, ik hoop het, ik hoop het. Hoppakee. Ja, dankjewel. Nou, die zit om. En de branca staat hier. Even dat stuur wat aan de kant duwen. Zo. Oké, mevrouw. Op drie gaan we u op de branca leggen. Ja, oké. 1, 2, 3. Zo. Oké. En dan doen we hem omhoog. Nou, rooi hem even mee, collega. Oké, die zit. Nou, doe maar transportje naar het ziekenhuis. Wie wil er even een begeleiding geven? Ik denk dat de Belgische politie de weg beter weet. Ja. Nou, als jij even een escort wil geven. Naar welke mag het gaan? Ja, de voorgewone ambulance rijden. Jo. Even kijken, ik wil even nog een ID meenemen. Hé, hey, kom maar. Ja. Kom eens hier. Zie jij nou daar wat ik zie? Dat zakje? Zie je dat? Wacht even hoor. Nou, maar kijken bij de pook. Er steekt een zakje uit. Zie je dat? Ja, ik zie het. Ja, er zit iets wittigs in. Kom maar, ja. Ik kom even aan de andere kant hoor. Kom maar, is het met cocaïne of zo? Ja, zoiets. Ja. Heel raar. Nou, neem het maar in beslag en kijk ook even voor een ID-kaart, een telefoon en zo. Ja, ik zal het even een beetje onderzoek controleren. Ja, is goed. Als je ook een taco laat komen, dan is het helemaal top. Ja, is goed. Ga ik mijn reis weer vervolgen. Nou, even de spullen weer terughalen. Zo, ID terug. Hopla. Zo. Hey, fijne dag. Fijne dag.